Paris ligt al een hele tijd op bed. Ja? Ja. Wat is daar weer mee? Ja, geen flauw idee. Die ligt echt al vanaf 7 uur ligt ze. Komt de tent in en oh god, ligt die weer te slapen. Chris wou ik zeggen, Ger. Maar als dat zo doorgaat, dan mag ze voor mij echt naar huis. Ja. En ik heb ook een beetje die... Ja, dat kan op mij liggen hoor, maar... Elke keer dat wij even in die tent zijn, komt een mevrouwtje... Alsof we honing aan ons reet hebben. Ja. Zou het niet een beetje zijn? Oh, waar is his? Oh, ik zie his niet. Oh. Ja. Denk je dat niet? Ja, zou kunnen. Gevoel heb ik altijd. Mm-hmm. Liggen we net even een kwartiertje even te chillen en denken... Komt mevrouw weer. Oh god, hebben we truus weer. Ja. Oh, even mijn was opvouwen. Oh, moet die hier allemaal... Ik ben niet doorpakt met haar eigen producten, met die wijn, met die pizza gebeuren. Nou, niks, ze doet niks. Maar ze heeft waarschijnlijk ook niet door dat het waarschijnlijk al 2 maanden gaat duren voordat er iets gaat. Nee, dat heeft ze echt niet door. Maar dat heeft bijna niemand hier door. Niemand. Dus, ja. Merel denkt alleen 1 september. Ja. Nou, ik denk het niet. Nee, ik ook niet. We gaan eens nog veel geld verdienen. Ja. We gaan eerst gewoon weer een normale stemmingsperiode in. Nou wordt het allemaal onzeker. Ja. Jez ook, die weet ook echt gewoon niet meer wat hij met zichzelf aan moet. Nee, hè? Nee. Nee. Iedereen doet er ook rare. Huh? Ja. Iedereen af en toe een beetje ook raar te bewegen en alles en zo. En, ja. Iedereen raar te bewegen? Ja. Van hoe moet ik mijn tijd nu nog indelen? Rapide moet er van alles gebeuren. Ja. En ze gaan een andere houding aannemen, we gaan andere contacten zoeken. Ah. Ja, Andrea probeert zich ook wat meer te mengen in bij ons bijvoorbeeld. En ja. Merk ik nu al. Ja. Denk je dat Jesse Utopia wint? Dat is afhankelijk wat een heleboel mensen gaan doen als die tactisch gaan stemmen. Vrij snel. Maar ik zou het een beetje afgezaagd vinden of zo. Want iedereen weet ook wel dat hij niet voor niks binnen is gekomen, een soort van. Ja? En dan zou het dan heel raar zijn dat hij dan in één keer ook dat wordt of zo. Ja, bij Eten op Woensdag hadden we vroeger mensen het al. Wie zou jij graag willen die wint, weet je wel? En wie. Wie zij vonden. En wat ik vaak hoor is Jesse, of nou wat ik, het zijn maar een paar mensen, maar het zijn Jesse en Brenda. Dat zijn de geluiden die ik hoor. Maar er is maar een klein groepje in, er waren er nog maar een paar die er dan van zeiden. Maar. En vrouwen, worden mannen genoemd. En als het dan veranderde vrouw is, ja, het kan zijn omdat ik aan die tafel zit. Maar dan, toen werd mijn naam genoemd. Ja, dat. Natuurlijk ligt het ook aan. Deze mensen die hier komen zijn heel betrokken met Utopia. Hè? Ja. Dus die komen hier echt heel vaak. En een groot gedeelte van de groep komt ook sporten met Brandon. Ja. Dus dat staat in verband natuurlijk. Ja. Je moet eigenlijk uitgaan van de objectieve kijker van Utopia. Ja, dus die... hier in deze groep hoor ik veel Brandon als naam zijnde en Jesse. Mm-hmm. En van de vrouwen hoor ik dan Merel veel. Maar ik vind dan ook grappig als ik dan daar zit, mensen die ook bij sporten, maar de naam Brandon en Jesse wordt veel genoemd hoor. Ja. En bij de vrouwen denk ik ook, dit is dan toevallig omdat het eten moet, weet je wel, maar dan denk ik dat Merel en Lex degene zijn. Ik denk dat Merel niet zoveel van binnen hier krijgt. Gewoon puur omdat mensen zijn heel bang voor haar. Nee, maar ik denk ook eerder dat mensen voor een Jesse of voor een Brenda gaan kiezen. Omdat Merel toch wel best wel veel met zichzelf altijd bezig geweest is. Hè? Ja. Ja. En haar ding daar verder in. Ja, misschien dat ze stemmen van jou krijgt of van een Jesse of weet je wel. Van een Frenny. Maar Frenny zie ik ook gauw op een Brenda stemmen. Oh. Want vaak is het ook als je verwant aan iemand voelt, weet je wel. En je wil graag van diegene winnen, weet je wel. Dan zal je ook daar niet zo snel op stemmen. Heel eerlijk, ik zie je ook niet zo snel op Jesse stemmen. Als? Als je een stem te verdelen hebt straks aan het einde van het jaar en je zou er bijvoorbeeld nog zijn. Zie ik je niet zo snel stemmen aan Jesse geven.
Om eruit te wiepen of positief? Ja, positief. Weet je wel, voor utopiaan van het jaar. Weet je wel, als je bijvoorbeeld 15 mensen hebt, dan mag je één kiezen bijvoorbeeld. Als dat zo, als het weer zo zou bijvoorbeeld zou lopen, je zou geen afvalrace hebben, dan zou ik jou ook zo snel op Jesse zien stemmen. Maar utopiaan van het jaar vind ik een heel ander iets. Ja. Daar hecht ik niet zo heel veel waarde aan. Maar dit is de afsluiter. En dit is utopia overall. Ja. En ja... Ik weet niet. Kijk, hier zul je elkaars bek waarschijnlijk heel lang...